Mijn naam is Duca Kanij. Ik ben de grondlegger van de methode Kanij en van Body Mind Connection. Ik voel me prima. Ik voel me zelfs optimaal. Je kunt je ook wat minder prima voelen, maar gewoon nog wel comfortabel. En helaas, het grootste gedeelte van de wereldbevolking, 80%, is eigenlijk in survival. Daar is het niet zo fijn om te zijn. Maar ik ben natuurlijk wel. Ik ga jullie uitleggen hoe dat allemaal werkt. En denk even zelf na, waar ben jij? Survival, optimum, comfort. We gaan het uitvinden. Ik zie jou in onze volgende vlog. Mijn naam is Duca Kanij. Ik ben de grondlegger van de methode Kanij en van Body and Mind Connection. Vandaag gaan we het hebben over survival, comfort en optimum. Dat zijn drie staten van zijn waar ieder mens zich in bevindt. Je bent dus altijd ergens. Eigenlijk gaat het over waar ben je nou eigenlijk als een soort grondhouding van jezelf. Ben jij iemand die leeft in survival? Of ben jij iemand die leeft in comfort? Comfort is fijn en je kunt nog een stap verder, maar het nog fijner wordt in optimum. Ik weet van mezelf waar ik ben. Heel veel mensen weten het niet. Ik kan je vertellen, 80% van de wereldbevolking leeft in survival. Wij hebben, ik denk 16 jaar geleden, zijn we op zoek gegaan naar, oké, hoe kunnen we mensen klassificeren? En met wij bedoel ik mijn organisatie, mijn therapeuten en alle patiënten die we hebben gezien over de afgelopen 16 jaar, hebben wij eigenlijk in een staat van zijn benoemd. Dus de ene patiënt survival, andere comfort, andere optimum. Toen zagen we een interessant beeld. Het interessante is namelijk dat mensen een beetje hangen tussen het een en het ander, maar één basis zijn hebben. Je bent dus bijvoorbeeld in survival, met af en toe een prachtige uitstap naar comfort. Dan ben je even in comfort, maar val je weer terug naar survival. Dit geldt voor 80% van de wereldbevolking. Dat is veel. Aan de andere kant is het ook logisch. Als jij in Eritrea woont, in Congo, en je buurman staat met zijn kapmes op je te wachten, kom je redelijk in survival terecht. Echter, hier in Nederland blijkt dat niet heel veel anders te zijn. Dat verbaasde mij en ons eigenlijk een beetje. Want je zou denken, we hebben hier goed, we zijn allemaal comfortabel. Dus je zou denken dat iedereen in comfort vertoeft. Dat is niet helemaal waar. Heel veel mensen leven in survival. Ook in Nederland. Survival betekent dat je eigenlijk continu alert moet zijn. Altijd bezig bent met hoe kom ik de dag door? Hoe is het morgen? Hoe voel ik mij nu? Eigenlijk ten opzichte van anderen, altijd ten opzichte van anderen, dus niet zozeer alleen maar vanuit jezelf beleefd, ik voel mij goed en kan iets betekenen voor anderen. Nee, hoe voel ik mij ten opzichte van anderen en hoe ga ik ervoor zorgen dat ik mij beter voel? Of hoe ik overleef, want dat is natuurlijk wat survival gewoon betekent. Als je kijkt naar de zelfkant van de maatschappij, dat zegt het al, de zelfkant van de maatschappij, daar ben je op jezelf gefocust. Jij bent bezig met jezelf, met het ik. Je bent niet zo geïnteresseerd hoe het met een ander gaat. Het gaat over jij ten opzichte van anderen en hoe jij verder komt. Survival is een staat van zijn die gun je eigenlijk helemaal niemand. Ik althans niet. Survival is een staat van zijn die maakt dat je eigenlijk niet gelukkig bent. Dat je altijd bezig bent met de dag door te komen in de hoop dat je misschien morgen nog wel bent, überhaupt. Die ervoor gaat zorgen dat je niet altijd even vriendelijk bent naar anderen toe en zeker niet zozeer meedenkend, maar vooral denkend aan jezelf. De zelfkant van de maatschappij. In Nederland, ook echt in Nederland, zitten daar best wel heel erg veel mensen in. Dat is geen 80% zoals de wereldbevolking dat laat zien, maar dat is echt een heel groot percentage. Dan praat je over ongeveer rond de 40. Veel mensen echter in Nederland zitten in comfort. Dat is mooi, dat is prachtig. Is echter een hele gevaarlijke staat van zijn. Comfort betekent namelijk eigenlijk dat lethargie wacht. Dat is een groot risico. Lethargie betekent eigenlijk dat je niet zoveel doet. Dat je er gewoon bent. Het is wel goed. Je dobbert wat. Je gaat niet echt ergens naartoe. En waarom zou je ook? Want je bent comfortabel. Je woont in een rijtjeshuis. Je man heeft een leuke baan. Zorg ervoor dat je 2 keer per jaar vakantie kan. Je hoeft niet zoveel te doen zelf. En het is wel goed. Ja, prachtig zou je denken. Maar het daagt natuurlijk helemaal niet uit. Het zorgt er helemaal niet voor dat je denkt, ik wil ergens naartoe, ik wil dat van maken. Ik ga mijn leven zo mooi mogelijk laten zijn als dat mogelijk is en kan. Je denkt,
Ja, het is wel goed. En alles wordt een beetje een sleur. En alles een beetje hetzelfde. En alles is vanuit, ik ben wel veilig en comfortabel. Als je kijkt naar wat de wereld heeft doen ontwikkelen, dan is dat natuurlijk niet een staat van comfort. Dan is dat een staat van optimum. Of een staat van, en dat is interessant, survival. Survival dwingt tot het verleggen van je grenzen. Je gaat eigenlijk, ironisch genoeg, gek gezegd, uit je comfortzone. Om te kunnen stappen naar een andere staat van zijn. Van survival naar comfort. Maar als je optimaal bent, betekent dat je vanuit comfort naar optimaal bent gegaan. Dan heb je datzelfde proces doormaken, een proces van verandering, maar vanuit comfort naar, naar optimum toe. En als je in optimum bent, dan voel je je eigenlijk super. Dan denk je, ja, ik kan de wereld aan. En je gaat ook zien dat jouw energie dusdanig is dat je alles naar je toe haalt. Mensen komen naar jou. Dingen worden relatief makkelijk, want het wordt je aangeboden. Niemand is continu in één staat. Je bent niet continu in survival, want je hebt je momentjes. Als je, weet ik het, op je vuilnisbelt ligt en het is even beschut en het is even niet koud. En je hebt toevallig nog ergens een, weet ik het wat, een drankje ergens vandaan weten te pikken of zo. Voel je even comfortabel. Al snel echter, als het drankje op is, de regen sijpelt toch door je golfplaat heen, kom je erachter dat je toch wel weer in survival terechtkomt. De andere kant is, als je comfortabel bent en je denkt, ja, maar dit kan het toch niet zijn. Er is meer voor mij in dit leven. Ik wil iets anders, ik wil zelf iets neerzetten, ik heb ambitie, ik wil het bereiken. Dan wil je naar comfort toe, wil je naar optimum toe vanuit comfort. Als jij in comfort bent, dan is dat risico op lethargie. Als in, ja, het is ook wel goed, waarom zou ik mijn best doen? Hè? Dat gevoel kennen veel mensen als je het hebt over sporten, trainen. Je hebt gewerkt, je komt thuis, je hebt de bank. En denk, ja, laat maar, het is wel goed. Toch? Gelukkig zijn dan puzzeltrainers, zijn de stok achter de deur. En pushen jou om toch wat te doen. Maar in het leven, jezelf pushen van comfort naar optimum is moeilijk. Er is niet een puzzeltrainer die zegt, we gaan jou in jouw levensstandaard naar optimum brengen. Ik kom dat even voor je doen. Dus je moet het zelf doen. Dat is een interne prikkel. Interne prikkels die leidt tot verandering, dat hebben niet heel veel mensen. Sterker nog, wereldwijd gezien is dat ongeveer minder dan 3%. De stok achter de deur om te veranderen van comfort naar optimum is eigenlijk het creëren van noodzaak. Dat is iets wat veel mensen opgedrongen krijgen, omdat het leven dat nou eenmaal doet. En een heel klein groepje mensen legt dat zichzelf op. Dat zie je vaak met topsporters. Hè. Wij hebben natuurlijk met heel veel topsporters gewerkt en die hebben een interne drive. Die zeggen zelf, hey, ik moet en zal de allerbeste zijn. Dus ik train meer, ik werk harder, ik ben scherper dan een ander en ik krijg het voor elkaar om dat te doen. Een ander niet. Maar ik wel. En daar ben ik een topsporter. Ik ben optimaal. Ook een topsporter is niet altijd in optimum. En ook iemand die geen topsporter is, maar een optimum is. Maar gewoon zich super voelt, keihard bezig is, lekker hè, goede energie heeft. Valt af en toe ook even terug naar comfort. En dat moet ook. Je moet ook even rustig, chill, relaxed, comfortabel zijn. Als je dat kunt, heb je een prachtig leven. Je presteert, je bent bezig, je voelt je gelukkig. Maar je hebt absoluut je momenten dat je lekker comfortabel bent en geniet van wat je doet. Dat is fantastisch. Aan de andere kant, ieder mens wil eigenlijk het liefst stiekem natuurlijk ook wel gewoon lekker relaxed, niet zoveel doen en relaxed zijn en comfortabel zijn. Dat mag ook. Er is niets mis mee als je kiest voor een leven in comfort, omdat het nou eenmaal kan. Niet omdat het moet, maar het kan. Dat is prima. Realiseer dan wel dat een aantal dingen niet voor jou opgaan. Fysiek zijn er ook een aantal voordelen en nadelen aan in comfort zijn of in survival of in optimum. Je begrijpt, als je in optimum bent, ben je fysiek prima, voel je geweldig, heb je nergens last van. Op het moment dat je comfortabel bent, voel je je vaak prima, maar er liggen daar onderhuids verschillende probleempjes die niet altijd erg gezond zijn, niet goed voor je zijn. Denk daarbij aan dingen als abdominale hypertensie. Dat betekent dat je buik opzet na het eten, je hebt een opgeblazen gevoel, je denkt dat het erbij hoort, of dat denk je misschien wel niet, maar ik kan je zeggen, dat hoort eigenlijk niet zo.
En dat heeft de consequenties voor je darmflora, voor je opname van je voeding, et cetera, et cetera. Maar in comfort blijf je daar een beetje hangen en geloof je het wel. Iemand die een optimum is en echt moet presteren, kan dat niet gebruiken en gaat op zoek om daar vanaf te komen. Nou, wij zelf en al onze therapeuten die de methode Kanij doen, zien dit eigenlijk dagelijks. Mensen met abdominale hypertensie, ontlastingsproblemen, noem maar op, als gevolg van in comfort dobberen. Iemand in optimum, die kan dat niet gebruiken, die wil er vanaf. Iemand in survival heeft dit ook. We hebben met name met stress als grote aanjager van dit proces. Ikzelf ben redelijk in optimum, meestal. Af en toe val ik terug naar comfort. Heel soms naar survival, hè, dat kan. Maar ik moet zeggen, ik ben prima tevreden met hoe het met mij is. Ik gun dat iedereen. Ik wil dat iedereen die stap kan maken naar de staat van zijn waar hij thuis is, waar hij zich goed voelt. Of dat nou comfort is of optimum, dat maakt niet zo uit. Maar kies voor iets. Werk eraan. Mocht je denken, hoe werkt dat nou precies? Ik wil er nog wat over horen, met name over het lichamelijke stukje. Laat het ons weten, dan ga ik je dat vertellen. En dan, dan ga je zien. Waar ben jij? Probeer nu te bedenken waar je bent. Hè? Wat voor symptomen heb jij fysiek? En dan kan ik je daar van alles over vertellen. Ik hoop je te zien in onze volgende vlog. En die gaat misschien over de fysieke symptomen van comfort of survival. En dan gaat het maar hebben over wat er gebeurt met je ontlastingspatroon. Als je ergens door wordt waar je niet wil zijn. Tegen obstipatie bijvoorbeeld. Ik zie jullie de volgende keer. Dankjewel.